Goedemorgen lieve meisjes. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe les van vandaag. Hebben jullie al gehoord dat de voorstelling niet doorgaat? Dat is wel jammer hè, voor dit jaar. Maar gelukkig gaan we al nieuwe plannen maken voor andere voorstellingen. Dat duurt nog wel heel lang, maar als jullie de filmpjes blijven kijken, dan kunnen we alvast een beginnetje maken met elkaar. Vandaag mogen jullie de dansles van juf Simone volgen. Dus dat is weer even wat anders dan met mij, maar het wordt vast ook heel erg leuk. Heel veel plezier. Doei! Hallo lieve ballerines, daar ben ik weer. Wij gaan vandaag weer lekker dansen. En we gaan beginnen met een hele nieuwe warm-up en een paar oefeningetjes. Of we doen eigenlijk alleen oefeningetjes. En we beginnen bij de paddenbreed-oefening. Die hebben we al eens gedaan. We staan klaar in de vijfde positie. En dan gaan we een tandu opzij maken. We beginnen met het ene been opzij en terug en opzij. Mag je de eerste sluiten opzij en terug opzij. Dat is nummer 4. Dan zet je hem achter. Ga je vegen over.
voor de wintershow. Hebben jullie allemaal het filmpje van Elsa bekeken? Waar Elsa vertelt dat ze de voorstelling van The Tropical Island helemaal heeft ingevroren? Ja, en in dat filmpje heeft Elsa ook verteld dat we aan een nieuwe voorstelling gaan beginnen. Ja? Dus daar gaan we vandaag doen. Nou hebben jullie denk ik allemaal wel eens opgetreden al, op een heel groot podium. Maar dit keer is het podium een beetje anders. Want dit keer heeft het podium een rare vorm, zoals een T. Ja. Ja. En alle papa's en de mannen zitten helemaal hier omheen. Dus dan weten jullie dat alvast hoe het podium eruit gaat zien. En dan gaan we lekker beginnen met de eerste dans. Ja, ja. Let's go! Oké. We gaan beginnen een beetje aan de zijkant. Dus zoek een plek waar je een beetje ruimte hebt, dat je een beetje kan lopen door de kamer. Je begint met je handen in je zij. En je gaat lopen, helemaal op je tenen. Lopen, 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 lopen. Zo, en dan moeten we straks bij het podium moeten we heel ver lopen. Als je op je plek bent, dan ga je staan met je voeten in de eerste positie. En je handen in je zij. Dan krijg je vlug. Dus we zijn aangekomen, lopen, 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 lopen. Sta in de eerste positie en vlieg in je zin. Dan krijg je een plié. Plié, dan gaat je één arm open en terug. En plié, dan gaat je andere arm open en terug. Dus we hebben gedaan vlieg en vlieg, hand in je zin. Plié. En plié. En je andere arm. Nu gaan allebei je arm omhoog. Buitenlangs. Omhoog. Draai rond. En terug in je zij. Nog één keertje. Dus we zijn aangekomen. En zo. Krijgen we vlieg. En terug. En vlieg. En in je zij. En plié. En je ene arm. En plié. En je andere arm. En twee armen. Op en rond en terug naar je zij. Dan krijg je opzij, alsof je gaat toveren. Dan maak je een heel groot rondje en kleine golfjes. Aan de positie zelf naar de andere kant. Opzij, een hele grote golf en kleine golfjes. En terug. Oké. Zullen we dat nog één keer zonder muziek doen? Goed idee. Oké, we gaan nog één keer zonder muziek doen. Dus helemaal vanaf het begin. Dus dan begonnen we daar. Met je handen in je zij. En dan gingen we op onze tenen. Loop maar. Helemaal. Helemaal. En als je er bent, ga je staan. Voet in de eerste. En vlieg. En vlieg. En stap. En plié. En je ene arm. En plié. En je andere arm. En twee armen omhoog en rond. Gaan we opzij en opzij. Met een grote golf en klein. En opzij. En een grote golf en klein. En sluit. Nou, super. Gaan we weer terug naar die kant. Want dan gaan we weer muziek oefenen. Ja, ja, let's go. Dus helemaal aan de zijkant met je handen in je zij. Daar komt ie. Tot volgende!